Hallo en welkom bij de laatste boekblik van dit jaar. En terwijl de dagen korter worden, verschijnen er ook steeds minder boeken. En dus is het tijd om een blik achterom te werpen en te kijken naar wat er allemaal is gebeurd en is verschenen in een top 10 met de opvallendste boeken van 2018. Met deze categorie kan ik kort zijn. Otmar Sone van Peter Buwalda. Groots aangekondigd, maar het boek zal dit jaar niet meer verschijnen. Volgend jaar een nieuwe kans. Zonder een uitgever je boek publiceren is in principe onbegonnen werk. Of je moet een BN'er zijn als Paulien Cornelissen en een duidelijke niche hebben binnen het boekenvak. Des te indrukwekkender is het resultaat dat Frank Kraken afgelopen jaar boekte met De Laatste Getuige over de dit jaar overleden Wim Alozerij. Als outsider behaalde hij op eigen kracht en met de gunst van het publiek een finale plek bij de NS Publieksprijs. Binnen deze categorie is er natuurlijk veel keuze uit verfilmingen van boeken die al bestsellers waren. Maar daarom is de Zuid-Koreaanse sfeervolle film Burning des te opvallender. Het is namelijk gebaseerd op een niemendalletje van de Japanse schrijver Haruki Murakami. Namelijk op zijn korte verhaal Barn Burning. De keuze binnen deze categorie valt op Verhalen uit het Gekkenhuis van Maarten Biesheuvel. Een verhalenbundel van de schrijver naar wie een verhalenbundelprijs is vernoemd, is natuurlijk sowieso opvallend. Tel daarbij op de geestestoestand van de schrijver en het onlangs overlijden van zijn vrouw Eva. En daarmee krijgt deze bundel een unieke extra betekenislaag. Lampje van Annette Schaap verscheen in 2017, maar ging dit jaar aan de haal met de Woutertje Pietersenprijs, de Gouden Griffel en de Boekenleeuw. Een spannend en ontroerend boek. Zo'n boek dat we eigenlijk allemaal in de kast moeten hebben staan, zodat jonge lezers het kunnen pakken. Als iemand afgelopen jaar zowel op papier als daarbuiten indruk maakte op de lezers en niet-lezers, is het Marieke Lucas Reineveld, die dit jaar haar debuut als romanschrijver maakte met het intrigerende De Avond is Ongemak. Opeens zat hij daar, bij De Wereld Draait Door, Levi Weemoed, een schrijver die velen, onder wie presentator Matthijs van Nieuwkerk, al dood hadden gewaand. Een week later stond hij in de bestsellerlijst van de CPNB met de bloemlezing Pessimisme kun je leren. Met dank aan samensteller Euskan Akjol is de dichter van De Weemoed en Ellende weer springlevend. Het gaat zo, de Heer is mijn herder, bekijk het maar verder. De opvallendste serie van het jaar moet wel de Zeven Zussenreeks zijn van Lucinda Riley. Geen recensies in de grote kranten, geen grote billboards, maar mond-op-mond reclame zorgde ervoor dat de boeken van Riley halverwege 2018 een opmars begonnen die tot op heden voortduurt. Aan prijzen en prijswinnaars is er dit jaar geen gebrek. Deze categorie is ook niet bedoeld om uit al die winnaars weer een winnaar te destilleren, maar wel om een opvallende uit te kunnen lichten. En dan kom ik uit bij Wees Onzichtbaar van Murat Isik. Toegejuicht door boekhandelaren en lezers, maar bij het uitreiken van de Libris Literatuurprijs waren er ook wat kritische geluiden te horen. Een opvallend boek qua inhoud, qua auteur, qua opbouw en ook qua rumoer. Bij lijstjes kijk je terug en op nummer 1 van deze lijst een boek dat terugkijkt op een oeuvre. Een imposant oeuvre van een overleden schrijver. En de vorm die Renate Dorenstein koos in dagelijks werk is er een die je meer schrijvers en ook de lezers zou gunnen. Een mozaïek die in de woorden van Dorenstein zelf bestaat uit teksten die het dagelijkse schrijversleven toelichten en teksten die iets laten zien van de geboorte van de schrijfster die ik ben geworden. Bedankt voor het kijken. Voorlopig was dit de laatste boekblik, in ieder geval van 2018. In de tussentijd kun je natuurlijk gewoon Hebban en Vlogboek blijven volgen tussen het lezen of schrijven door.